kijkt naar Paardenpraat TV. Vandaag heb ik voor jullie weer een vlog. Die had ik vorige week ook. En iedereen vond dat zo super leuk. En die vroeg om meer vlogs. Dat ik dacht, weet je, ik doe er vandaag gewoon nog eentje. Ik ga vandaag allemaal dingen doen. En als je wil zien wat ik ga doen. En als je met me mee wil komen. Dan moet je deze video even blijven kijken. Ik ga even naar de stal. Ik moet daar een paar dingetjes doen. Dan kom ik daarna weer naar binnen. En dan moet ik douchen, omkleden in mijn nette kleren. Want ik ga vanavond naar een evenement waar Brit moet rijden. En dat is, ik ga naar Brit kijken en het is ook gewoon een heel erg leuk evenement. Met allemaal standjes en dat soort dingen. Dus dan wil ik jullie ook graag mee naartoe nemen. En waarschijnlijk gaat dat tot laat duren. Dus niet bang zijn dat deze vlog ineens heel kort wordt omdat het al 12 uur is. Het wordt laat vanavond, denk ik. Dus ik zou zeggen, even aankleden, rijkleren aan en naar de paardjes. Jee. Oké, onderweg naar de stal. Mijn vader was net even binnen en die zei, oh ja, Tom is er ook vandaag. Huh? Oké. Tom is er dus vandaag. Tom die komt nu wat vaker. Tom is de jongen die op Halloween rijdt en hij was ook mee naar de Vendag. En we hebben een paar keer een video samen opgenomen. Als je niet goed weet wie hij is, zoek even terug in de video's. Tom is een leerling van mijn moeder origineel. En hij rijdt nu af en toe paarden voor ons. Hij rijdt ook wat wedstrijden op Halloween. Totdat we het zelf weer terug oppakken. En dat vinden we hartstikke leuk om te zien. En Tom vindt het hartstikke leuk om te doen. En hij is nu wat vaker. Omdat we ook wat jonge paarden hebben. Waar hij af en toe een keer op gaat zitten. Dus dat is hartstikke leuk en hartstikke gezellig. Maar ik wist dus helemaal niet dat hij kwam vandaag. Maar hij blijkt er dus te zijn. Dat is hartstikke leuk. Er is iemand aan het rijden in de buitenbak. En ik denk dat ik dat zometeen ook maar even ga doen. Want het weer is echt heerlijk. Volgende week schijnt het 10 graden te gaan vriezen, 's nachts. Nu is het echt heerlijk, heerlijk weer. Ik weet zeker dat ik ook gewoon zonder jas kan. Ik ga even gedag zeggen tegen Parino. Die hadden jullie in de vorige vlog niet gezien. En sommige mensen die vroegen daarom. Van waar zijn Parino en Cookie? En origineel zaten die wel in de vlog. Maar die hebben we er uiteindelijk uitgeknipt. Ho, ik zit met de camera te veel naar beneden. Die hebben we er uiteindelijk uitgeknipt. Omdat video anders veel te lang werd. Maar hier staan ze. Hallo. Waar is Cookie? Oh, hier is hij. Hallo poepje. Hallo. Hier is Cookie. En hier is Parino. Liefjes. En ze zitten... Oh, hier zijn ze. Hier zijn ze. Ja, hebben ze. Ze staan hier omdat het binnen dus vol is. En we hebben deze buitenboxen. Die gebruiken we alleen als het binnen vol is voor hele grote paarden. Voor zieke paarden. Maar nu hebben ze ook... We hebben ze ook gewoon nu gewoon in gebruik. Omdat het binnen vol is. En omdat ze niet meer binnen passen. Dus ze staan nu gezellig samen buiten. En Parino vond het eigenlijk helemaal niet leuk buiten. Maar hij is nu gewend. En eigenlijk is het ook wel goed voor Parino. Hij heeft een stofallergie op zijn longen. Dus eigenlijk is het voor Parino veel beter als hij gewoon buiten staat. Hij vindt het niet zo heel leuk. Hij zit liever gewoon bij de kudde binnen. Maar hij is nu wel goed gewend. Ik ga eventjes een rondje op Halloween stappen. Ik denk in de buitenbak, want het is dus super lekker weer. Door mijn operatie mag ik, ik mag wel rijden vanaf nu. Maar het is allemaal nog niet zo goed. Het zit allemaal nog niet zo goed vast. En het is allemaal nog niet zo goed genezen. Dus ik moet een klein beetje rustig aan doen. Dus ik ga gewoon een stukje stappen op Halloween. Lekker met door de buitenbak heen. Een soort van buitenrit voor dummies. Oh, wat ben je toch aan het doen? Wat ben je toch aan het doen allemaal? Nou, Tom is ook mijn groom, jongens. Heel handig is dat. Even kijken. We zijn even in het groen. Want we gaan toch alleen maar stappen. Dus ik heb alleen beestbeschermertjes om. En het groene dekje. En... deze uitrijdeken, dit is diezelfde therapiedeken, die Recuptech, maar dan de uitrijdeken versie ervan. En hij is ook waterafstotend, dus als het gaat regenen, dan blijft je paard droog. Super handig. En hij zit zo vast onder je zadel, aan je beugelriem, en dan blijft hij super goed zitten. Jee! Kom, gaan we! Kom, ga je mee? Jee, opgestapt. Kijk, als het mais eraf is, want in de zomer staat er altijd mais, dan kun je hier heel ver kijken. Kijk, je kunt echt helemaal, ik zal eens kijken of ik kan inzoomen. Je kunt echt helemaal die kant op kijken. Echt zo naar het volgende dorp. En ik zal proberen, als het weer oud en nieuw is, of ik dan kan filmen. Want dan kun je dus overal, van daar vandaan en dan helemaal deze kant op, helemaal zo, kun je het vuurwerk zien van alle dorpjes die hier omheen liggen. Halloween staat hier. Ik geloof niet dat we vandaag nog gaan bewegen. Tom is daar al aan het rijden. Kom, we gaan nog even een stukje stappen.
Gaan we even een stukje stappen. Ja. Hij wil niet stappen. Hij wil buurten. Hij gaat gedag zeggen. Hi. Hallo. Ben jij Hallo. Een gezelschapspaard? Hij wil niet wandelen. Hij is huisdier, zegt hij. Zo, hij is aan het stappen. In de stapmolen, ik weet niet of het kan zien. Denk ik niet, staat Talita. Dat is onze stagiaire. Die is de stapmolen aan het schoonmaken. En wij zijn hier zo lekker aan het stappen. Kijk het uitzicht, jongens. Het is jammer dat nu net de zon weg is. Anders is het echt heel mooi. Halloween vindt het leuk. Hij vindt het leuk. Hij is een beetje wild. Hij stapt heel hard. Hij heeft veel haast. Het is echt lekker zo om zo een beetje te stappen. Tom die heeft Halloween vanmorgen al gereden. Want het is vandaag Tom's dag om te rijden. En ik ben nu alleen nog eventjes om te stappen. Dat is ook wel goed voor mij. Want dan ben ik weer telkens een klein beetje in het zadel. En dan kan ik zo steeds heel klein beetje voorzichtig opbouwen. En het is ook wel lekker. Je heeft vanmorgen dan al een beetje gewerkt. En dan gaan we nu nog even zo lekker ontspannen. Een beetje door de buitenbak stappen. Lekker overal kijken. Ja. En ik ben echt blij met de outfit. Dit dekje heb je echt al heel vaak gezien als je me al langer volgt. En deze deken is zo fijn. Serieus, kan ik hem een beetje beter filmen? Zo. Hij is echt heel fijn. Halloween was heel braaf. Lekker een beetje zo in de rond gestapt. En ik heb nog een paar paarden gepoetst. Ik heb niet alles gefilmd. Ik heb Tom nog even geholpen met rijden. Tom is nu iemand aan het helpen hier met rijden. En ik ga nu mijn spullen opruimen. En dan moet ik naar binnen, want ik moet douchen en omkleden. Want ze gaan zo weg. En Talita, de stagiaire, die is Cookie aan het poetsen. En die gaat zo meteen nog even Parino doen. Dat is wel fijn. Weet je, dan wordt hij gewoon meerdere keren per dag gepoetst. En hij zit nu heel vreemd in zijn haren. Hij verhaart ook heel erg. Maar toch tegelijkertijd zitten die haren ook alweer een beetje vast of zo. Dus hij wordt nu heel vaak gepoetst. En dan komt het lekker los. En dat is goed voor de doorbloeding. En hij vindt het gewoon leuk. Hij vindt het fijn als hij aandacht krijgt. Dus dat is leuk. Dat is fijn. Ik heb trouwens geen idee waarom ik zo loop. Dit is echt om. Ik moet gewoon naar de voordeur. Oké, ik ben weer binnen. Ik heb even thee gezet en broodje gemaakt. Ik moet nu douchen en omkleden. En ik ben zoals gewoonlijk weer veel te laat. Dus we gaan opschieten. Oké, ik ben me nu aan het klaarmaken voor dit evenement. Wisten jullie dat wij op 17 februari ook naar een evenement gaan? Dan gaan we naar de Brabantse kampioenschappen en we maken daar een vlog. En we doen daar een meet and greet. En we geven daar een clinic, dus we gaan daar ook rijden. Superleuk. En je kan daar gewoon naartoe. Dan moet je even hieronder in de beschrijvingsbox op de informatielink klikken. Vind je alle informatie over wat het precies is, wat we daar gaan doen en hoe je daar kunt komen. Alles wat je wil weten. En dat is superleuk. Het is gewoon super vet dat we nu zo kort op elkaar twee evenementen hebben. Oeh, zo leuk. Oké, ik ga het even snel afmaken en dan moeten we gaan. Jee, we zijn er. Het is ondertussen donker. Heel veel auto's. En van die lekkere spotlights in mijn gezicht. We zijn er, het is super koud. We gaan naar binnen. Britt is er al, dus die ga ik eerst even opzoeken. En dan, leuk vanavond. Beetje standjes kijken, beetje naar Britt kijken. Leuk. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Paardenplat TV. Na de pling horen jullie wat jullie gaan doen. Ik ben dus met iemand hier die gewoon onze hele intro kent. Het onderdeel van Britt dan. Hoe vet is dit? Die weet het gewoon helemaal uit haar hoofd. Ik hoop dat je me kunt horen, want de meneer van de veiling praat echt heel hard. Ik ben even in de Kingsley stand. Kijk jongens, het is zo mooi. Het is zo mooi gedaan. En de meneer die onze stand altijd bouwt op Jumping Amsterdam, die bouwt ook dit. En hij kan het zo goed. Hij heeft het zo mooi gedaan. Het is echt zo vet. Kijk dit dan. Dit is toch helemaal over de top. Kijk, dit draait niet. Dit draait. Dit draait zelf. En hier staat een laars op. En een zadel en riem. En al gewoon alles wat bij elkaar past. Echt alles. Dit is allemaal dezelfde stijl en helemaal matchend. En dit draait gewoon zo rond. Dit is toch op en top nu. Ze hebben hier ook weer paardenvrachtwagens. Kijk deze, die is rood. Hoe vet is dit? Oh, ik vind het gewoon nog steeds heel bijzonder dat die dingen gewoon binnen staan hier. Kijk, nog meer wagentjes. Zullen we er bij eentje ingaan?
hier even kunnen kijken. Dit is zo'n tweepaardswagentje. En hier kun je dus ook hengsten in vervoeren en zo. Want het is helemaal dicht aan deze kant. En hier is super veel ruimte. Kun je je zadel kwijt, je spullen kwijt, je hoofdstellen kwijt. En je mag zo'n ding dus gewoon met een normaal rijbewijs rijden. Perfect. Oh. Deze. En deze paarden die worden dus nu veiling bezig. En dit zijn de paarden die zijn al net in de ring geweest voor de veiling. En die gaan er nu weer eruit. Die lopen gewoon hier. Er ligt ook super veel paardenpoep in de bak. Dit is de tent van Jeroen. Jeroen die maakt omheiningen en tafels en hele mooie tuinen en eigenlijk allemaal hele mooie dingen. En de dochter van Jeroen is fan van paardenpraten. Dus ik vind het wel leuk om ook even bij Jeroen op bezoek te komen. Hij ziet mij niet. Oh, hij ziet mij nu wel. Hallo! Trigger now is dead. Mama, life had just begun. Zij ziet de toekomst in ons allebei.
Hou me vast. Zon voor het allemaal. Ik ben met Xander, die heeft net heel vet de kuur begeleid en het technische artistieke deel ervan beoordeeld. En ik vond dat hij het super goed deed. En Xander weet eigenlijk niet zo heel veel van paarden. Maar dan wilde ik aan jou vragen wat je er nou eigenlijk van vond om dit zo te doen. En natuurlijk wat je van de kuur van Britt vond. Nou, ik vond het super leuk om te doen. Ik kom net uit 14 dagen Vrienden van Amstel. Gisteren was de laatste. Dus het is ook wel weer leuk om... Nou, het was wel zwaar, ja. Maar het was ook wel weer leuk om zo'n grote show ergens anders te doen, vond ik. Ja. Hoewel ik het wel mis hoor, die vrienden. Maar ik was helemaal verrast, want ik wist helemaal niet dat Britt hier zou rijden. Maar ik vond dat ze het super stoer deed. Dus ze nam ook echt even de tijd om het paard te laten wennen. En op een gegeven moment gaf ze een knikje en begon de band te spelen. Wat natuurlijk ook nieuw is. Ja. En ja, ze zat er wel trots en fier op. Wat vond jij van al die paarden? Want dat zie je normaal ook niet echt, hè? Nou, mijn vrouw zei wel toen ik... Die heeft vroeger zelf een paard gehad. Mijn vader heeft ook gereden vroeger. Ik heb zelf op een ander paardenconcours ooit een keer opgetreden. Toen heb ik op een heel zo'n groot Fries paard gezeten. Wow, best wel vet. Vet. En dat vond ik wel heel imposant. Ik heb alleen maar op het entertainment hoeven letten. En ik vind het zo knap dat paarden gewoon echt soms precies op echt het ritme van die muziek kunnen lopen. Dat is echt zo ontzettend knap. Ja. En het samenspel tussen ruiter of Amazone en paard is dan gewoon echt geweldig om te zien. Ja. Maar ik heb wel heel erg genoten van Britt, vooral. Yes, vijf. Ze was vijfde, toch? Ja. Belachelijk. Ik vond dat ze het super... Britt is altijd heel zenuwachtig voor dit soort dingen. Dit is super goed voor haar. Dit is echt super goed. Maar ze moest het opnemen tegen natuurlijk toppers uit Nederland. Hè. Dus dan kan je niet anders dan vijfde worden. Maar ze had er ruim voldoende. Ik vond het dus, super. Dus ik ben mega trots op Britt. Iedereen heeft het maar over die tv-performance bij De Wereld Draait Door. Maar die verbleekt bij wat je hier vanavond hebt neergezet. Precies. Jongens, ik heb een interview met Xander. Super vet. Ik ben even terug bij de Kingsley Center. Dus hier, die heeft net even de spullen opgehaald. Wat doe je? Ik vlog. We vloggen dat je net hebt gereden. En dat Xander heeft verteld over jou. Echt waar? En dat het nu is afgelopen. Dat we nog even wat gaan drinken. En dat we dan lekker gaan slapen. Eigenlijk moeten we nog betaald, maar dat is het niet. Dit is niet zo lekker, jongens. Ik doe hem uit. Dit is hier veel herrie. Is het een afsluiting? Of doe je thuis? Nee, doe het thuis. Oké, we komen nog terug. We komen straks terug. Oké, jongens. Het is... hoe laat is het? Het is bijna 11:30. Het schermpje van de camera zit scheef. En ik ga naar huis. Ik moet heel hard lopen, want mijn vader is... Je ziet hem niet eens. Hij is al zo ver. Hij is er klaar mee. Hij wil naar huis. Hij heeft het gehad. Hij heeft genoeg paarden gezien. We waren hier gisteren ook al eventjes en toen moest hij ook mee en toen moest hij ook verplicht naar paarden kijken. En hij vindt het wel leuk, maar niet voor urenlang dagen achter elkaar. Dus we gaan nu naar huis. We zijn op weg naar buiten en iedereen is aan het afbouwen. Iedereen is zijn standje aan het afbouwen. Britt is naar een stal om paard in te laden, want die kan dan ook weer terug naar huis. En ik ga ook naar huis. En dan ga ik lekker naar bed. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vond het in elk geval heel leuk om te doen. En weet je, dan zien jullie ook eens een keer iets anders dan alleen de hele dag op stal. Ga je ook een keer mee naar een ander evenement of zo. Ik vind het ook super leuk om te filmen. Maar de volgende vlog is gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de hele dag op stal. Beloofd. Oké, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!